Wij gaan sporten. Yay. Dus dat zijn gewoon mijn zielen. Dat vind ik eigenlijk wel erg leuk. We hebben trouwens gisteren bij Douglas hebben we deze mini mascara van Benefit gekregen. Charles kops aan het drinken. Goedemorgen. Oh. Ik heb wel zin in donderdag. We gaan allemaal naar Zegbroek. Kom allemaal langs. Meet and greet op Zegbroek. Niet gevlogd, maar ik ga even dit bestellen. Want Ape en ik, die zijn dus over 2 weken samen jarig. Althans, ik ben 13 februari en Ape 16. Maar we gaan het de 17e dus samen vieren. En we willen dus deze slinger, om die dan zeg maar boven de tafel te hangen waar we dan drinken hebben neergezet. Oh, fijn dit. Winkelwagentje is leeg. Maar die dus willen we bestellen. Ik ga hem weer even opnieuw opzoeken, aangezien mijn winkelmandje leeg is. Oh, hier. Stop hem erin. En dan hadden we ook nog... ballonnen. Roze. Even kijken hoor, want het was zo'n set. Oh, deze was het. Dan heb je 15 lichtroze ballonnen en 15 donkerroze ballonnen. En die zijn maar 3 euro. Dus dat is super chill. Dus die ga ik nu even bestellen. Want ja. Fijn op school. We hebben net onze praktijktoets gehad. En we hebben allebei een 7,3. 7,... Doe eens even een 3. Doe 3. Yo. En je moest zeg maar gezichtsbehandeling doen. En je moest loodjes trekken of je moest verven. Of epileren. We moesten verven. Ja, we moesten verven. Ik wou echt epileren, maar... Ik ook. Jammer! Huh? Echt? Mijn moeder was ook mee. Kijk, dit is Keer met haar nieuwe vriendje. Nee, we... Morgen hoeven we dus maar... Ik kan hem alles wel laten zien, maar... Ik ben hier heel lelijk. Nee, ik doe wel een plakkertje voor je kop. Als ze dat zien, ja, manje. Mijn moeder, Rebecca. Geen eentje. Nee. Wil jij in mijn vlog, Sofia? Ja, maar kijk hoe fucking geil ik eruit zie. Oh, wacht. Wil je douchen hand naar beneden? Oh my god. Oh, ik dacht dat mijn hand. Maar ik heb nog geen zin. Oké, ik ben thuis uit school. Ik had vandaag met praktijktoets en het ging op zich wel goed. Ik heb een 7,3, dus daar ben ik op zich wel blij mee. En ik ga nu even mijn kamer opruimen. Want het is echt een hele erg zo. En ik wil dus mijn kamer een beetje gaan veranderen. Want ik heb nu vooral blauw in mijn kamer. Maar ik wil eigenlijk, weten mijn ouders nog niet, maar ik wil eigenlijk die muur heel licht roze verven. En ja, gewoon een beetje. Ik weet niet. Gewoon, dit moet even opgeruimd worden van de week. Wil ik mijn kledingkast even gaan opruimen. Maar ik denk dat ik vandaag ga beginnen met dit kastje. En even die, zeg maar, leuke doosjes daarin zetten en zo. En gewoon even, ja. En dan daarna ga ik even mijn nagels doen. Want ik weet niet of ik dat al had laten zien. Maar, wacht, ik laat even zien. Een paar weekvlogs geleden konden jullie zien dat ik mijn nagels had laten doen. Maar ik heb dat er dus af moeten halen voor school. En mijn nagels zien er nu echt niet uit. Er zit zo'n hele deuk, zeg maar. En ja, het ziet er gewoon echt zo lelijk uit. En ze zijn ook echt heel erg zacht geworden. Mijn andere hand ook. Die is er nog erger aan toe. En ja, het ziet er gewoon echt niet mooi uit. Vooral mijn middelvinger hier zo. Dus ja, er zit ook hier... Waar zat het nou? Hier wimperverf aan mijn hand. En ik ga straks even... Oh, pardon. Ik ga straks even een haarmasker van kokosolie in mijn haar doen. Want ja, dat vind ik gewoon even chill om te doen. Oké, echt letterlijk na 2 uur ben ik klaar. Er staan beneden twee hele grote vuilniszakken. Maar hierbovenop moet ik het morgen alleen nog even opruimen. Want ik wil even morgen nieuwe kaarsjes halen voor hierop. En ik wil hier eigenlijk zo'n zilveren dienblad gaan neerzetten. Zodat ik daar al mijn geurtjes op kan neerzetten. Dat lijkt me wel heel erg leuk om daar te doen. Dus hier zit nu een doos met allemaal stekkers in. Een cupcakeboekje die ik ooit heb gekregen van recepten. En mijn
GBO Go box. Dan staat daar nog een MacTosh en Monica boek. Deze Boeddha hier, maar hier wil ik dus mijn geuren neer gaan zetten. Hier zit mijn iPhone doosje, allemaal schriften, meetlint, plakband. Hier zit nu al mijn nagellak in en zo'n gel lamp en de sticker daarvan. En allemaal nagellakjes. Die had ik eigenlijk eerst in die zilveren doos, maar dat werd een beetje zwaar. Hierin heb ik eigenlijk gewoon niet heel veel. Hier heb ik mijn GoPro, een camera, mijn oude tanden, foto's, dvd's van dansoptredens en wat andere dingen. Ik heb ook mijn condoomdiploma gehaald, helemaal top in de derde. Oeh, wanneer was dit? 5 december 2014. Oké. Okay. Die. En dan hierachter heb ik een Victoria's Secret tasje staan en mijn Michael Kors tasje daarvoor. Hier in dat vak daarnaast Chanel tasje en zo'n boekje. En hier zitten al mijn schoolboeken in. En wat schriftjes, agenda, stagekaart, metwi en rekenmachine. En dat is het. Eerst zat dit dus echt helemaal vol met oude troepen en zo. Dus ja. Wij gaan sporten. Yay. Fit girls. Wat vinden jullie trouwens van mijn schoenen met mijn sokken erin? Prachtige combinatie. En deze handdoek zit er omheen. Heb je geen water? Nee. Ah. Want ik vergeet alles in het leven. Klopt. Dat is pasje. Binnen te komen. Ja. Oké, ik ben echt net 2 tellen thuis van sporten. Ik heb zelfs mijn jas nog aan. Maar er waren 2 pakketjes binnengekomen. Dus die wil ik even laten zien. Want ik had gisteren iets bij Doekla besteld. En dit zijn volgens mij die slingers en ballonnen. Oké, bij die ene feestwinkel, ik weet even niet hoe die heet. Volgens mij feestenfun.nl of zo. Maar daar hadden we dus ballonnen besteld. Lichtroze en donkerroze, van allebei 15 stuks. Ik had de kleuren roze wel iets anders verwacht eigenlijk. Maar misschien als je ze opblaast. Oké. En deze slinger hadden we besteld met Cheers Bitches. Dus dat leek ons wel erg leuk om boven die tafel te hangen waar we dan drinken neer gaan leggen en zo. En ik had bij de Douglas Eva wimperlijm gekocht. Gewoon die van Duo, de witte, die transparante. En daar kreeg ik bij deze gezichtscreme, want die gebruik ik zelf ook al. Dus daarvan wist ik dat ik hem fijn vond. En van deze, een body lotion. Dus dat. Ik krijg trouwens best wel vaak de vraag of waar mijn sieraden en armbandjes en ringetjes en zo vandaan komen. Dus ik dacht, ik heb ze nu toch af, want bij die praktijktoetsen dinsdag moest ik ze afdoen. Dus ik dacht, dan kan ik dat nu wel even laten zien. Mijn ringetjes had ik natuurlijk allemaal laten zien in weekvlog 17, maar ik zal het nog wel even snel zeggen. Die is van Joy, Buddha to Buddha. Dit is een setje, ook van Joy. En deze 2 komen van een winkeltje Eden op de Frederik Hendriklaan. Dus die had ik eigenlijk al in weekvlog 17 laten zien, maar ik dacht ik nog even snel zien. Dit zijn armbandjes die, deze heb ik van Milan gekregen. Die is ook van Eden. Ook dat winkeltje op de Fred. Deze heb ik ook van Miel gekregen met dat schelpje erin. Ook van Eden, ook van de Fred. Even kijken, dit armbandje, ja ik weet niet welk merkje dit is, Mas heet het. Maar het is gewoon zo'n blauw armbandje en dat vond ik wel leuk omdat mijn ringetje is ook blauw en zo. Het zit in de knoop. Deze is van Buddha to Buddha. Beetje zo'n vissengraat dingetje. Deze is ook van Buddha to Buddha. Die is zeg maar dezelfde als mijn ring, dat was zo'n setje. En dan heb ik nog 2 kettingjes, maar die draag... Oh, grapje. Ik heb ook nog dit armbandje. Die is ook van de Eden, ook weer met zo'n hartje. En dan heb ik ook nog 2 kettingjes. Maar die draag ik de laatste tijd niet meer zo heel erg vaak, omdat ik een ander kettingje draag. Dat zal ik zo
even laten zien. Maar oké, dat is een kettingje met ook zo'n hartje eraan. Dit sterretje hoort eraan en zo'n balletje. Die is ook van de Eden. En dit kettingje, die heb ik van vriendinnetjes gekregen toen ik 17 werd. Die is volgens mij van de Gaudi. Dat is een winkeltje in Den Haag. Dus dat zijn al mijn sieraden. En ik zal even laten zien. Dit is het kettingje die ik nu eigenlijk altijd om heb. Met een emmetje eraan. Ik weet niet echt waar die van is. Volgens mij staat dat hier op. Ja, het merk heet dus ZAG. ZAG. Maar die heb ik van Milan's ouders gekregen. Super lief. Oh, ja, is het niet goed, maar oké. Oké, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Hoeveel is het vandaag? 1 februari is het vandaag. En ik ga zo meteen naar mijn oude school toe, naar Zegbroek. Want we hebben een soort reunie terugkomdag. Even kijken of ik jullie het beste kan neerzetten. Zo denk ik. Maar we hebben een soort reunie terugkomdag. Dus dat is heel erg leuk. Maar dat begon in de middag. Maar ik hoefde pas om 12:30 op school te zijn. Dus het was een beetje onzin om dan voor een half uurtje naar school te gaan. Dus ik hoefde niet naar school. Hadden we vrij voor gevraagd. Dus. Daar ga ik zo meteen heen met Char. En wat ik aan heb is deze Zoe Carson trui. En gewoon een spijkerbroek. Een donkerblauwe. En dan doe ik, nee, is het niet liggen, maar dan deze jas erbij aan. Van de Zara kinderen. En gaan we Sandra's. En als het goed is ga ik vanavond naar Mewtwo. Die komt volgens mij ook naar de terugkomdag, dus dat is gezellig. Oh, waarom kan ik die nergens goed neerzetten? Ja, zo. Dus ja, en eigenlijk zou ik vanmorgen met Char gaan sporten, maar het regende echt heel hard. Dus we hadden geen zin om door de regen te gaan, dus nu gaan we zondag. Ook prima. Ik heb trouwens mijn nagels even gelakt. Want ze zagen er echt niet uit. Oh, daar is zo'n stukje af. Top. Ik heb echt geen geduld voor nagels lakken de laatste tijd. Ja. Ik wil eigenlijk zaterdag of zondag even een beetje een soort roomtour geven of zo. Want ik heb heel mijn kamer dus gisteren opgeruimd. En ik heb wat nieuwe dingetjes voor in mijn kamer. Dus het lijkt me ook heel erg leuk om te laten zien. Dus. Ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen meer. Ja, ik wil dus waarschijnlijk die blauwe muur daar. Wil ik waarschijnlijk een ander kleurtje doen. Eerst wilde ik hem licht roze. Maar aangezien ik echt om het jaar verander van smaak, zeg maar. Denk ik dat het handiger is als ik hem wit of licht grijs doe of zo. Want nu is die blauw. Hiervoor was die zilver. Daarvoor was die roze. Dus. Ik heb hem al heel vaak veranderd. En ik vind blauw nog wel leuk, maar ja, ik weet niet. Ik wil gewoon weer wat anders. Want ik heb nu ook, zeg maar, eigenlijk wil ik dan die muur dan of wit of grijs. Maar als ik hem wit doe, zijn al mijn muren wit. Vind ik ook niet heel leuk. Maar ik wil zeg maar gewoon dat de basis een beetje normaal. En dan zeg maar qua accessoires en zo gewoon lichtblauw en lichtroze. Want ik heb ook, kan je daar zien, een nieuw kussentje blauw. En bijvoorbeeld hier op mijn make-up tafeltje. Is alles helemaal roze. Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat wel gewoon leuk. En ik wil niet meer één kleur hebben. Want normaal had ik dan of roze, of blauw, of dat, of dit. En nu wil ik gewoon alles een beetje door elkaar heen. Dus. Oké. Okay. Ik ga nu dus weg. Even mijn schoenen aan doen. Oh. Oh, dat is echt vies. Mijn schoenen zitten helemaal onder het zaagsel. Want ik moest vorige week bij de doeklas moest ik dat ding scheuren. Een beetje puur op mijn lippen. Ik heb trouwens deze op nu. Ik heb een stage gekregen. Trouwens, dat wilde ik nog laten zien. Maar ik heb nu al mijn geuren dus. Hier zo staan. En dat is die doos op zo'n plankje. En dat vind ik eigenlijk wel erg leuk staan. Zo. Dus. En deze kaart had ik van Miel gekregen. Toen, even kijken. Toen we examen hadden. Alle lelijke foto's uitgekozen. Okay.
Hallo. Dit mag er niet in, Fleur. Nou, we hebben allemaal een naamplaatje. Dit is de mijne. Wat? 5 voor 3. 5 voor 3? Oké. 5 voor 3 zou ik een pontje moeten. Nou, dan dit is Noah en ze heeft na een half jaar eindelijk de rijbewijs. Bedieuwe, laat je gaaf dingen zien. Voetbal. Ja. Nou, hij doet het hartstikke prima, Casper. Nee. Ik heb zelfs een opgave. Fuck you. Ik ben ook begonnen met een van die open dag. Het was op zich wel voor open dag. Terugkomdag. En het was wel op zich gezellig om even iedereen te zien. En, maar het was om 4:30 klaar. En toen ben ik daarna even naar Miel toe geweest. Maar die moest om 5:30 werken. Dus ik was er even een uurtje. Maar omdat we vanavond niet kunnen afspreken omdat Miel moet trainen. Dus, en hij gaat dit weekend op trainingskamp. Anders zou ik op maandag of dinsdag dus pas weer zien. Dus daarom was ik even een uurtje langs geweest. Dus dat was ook gezellig. En het is zo koud. Op de heenweg had ik het niet zo koud met deze jas. Maar nu op de terugweg. Het is nu 5:00. Het is alweer een stukje kouder. Maar ik ga nu even lekker in mijn bed liggen. Oh, daar is mijn laptop. Ik was hem aan het zoeken. Maar ik ga even lekker in mijn bed liggen. En dan... Ja. Oké. Okay, ik zit bij Janie in de auto. Het is vrijdag. En ik heb heel de dag stage gelopen. Van 11 tot 7. Nou ja, tot 7:30. Want niet optrekken... Als je moet sluiten, zeg maar, dat is tot 7, dan moet je dus ook schoonmaken en alles. Heel fijn. En ik ben nu met Jane. En we gaan nu even naar de McDonald's rijden. En... Wilden je ouders niks hebben? Jawel, die hebben al een lijstje gestuurd. Oh ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. We zijn dus nu bij de Mac. En we gaan even lekker Janie stellen. Vocht ook trouwens, jongens. Oh, hij mag niet zo over. Oké, ik weet echt niet... Oh, ik heb mijn bril niet op. Ik kan niet lezen wat er is. Voor de avond, mijn bril gaat in nog. Heeft u een momentje? Wat loopt u mij nou weer uit? Ja, omdat je elke keer die bril op en af doet. Mijn code is... Je kan het ook gewoon contactloos doen. Oh mijn god. Dat wil ik ook graag vinden. Alsjeblieft, mijn telefoon. Zo, heb je hier een pukkel of een moedervlek? Waar? Hier. Een pukkel, man. Goed. Wat een joekel. Joekel van een ding. Ik moet eigenlijk even mijn grappen hem uithalen. Wat moet ik zeggen? 3, 2, 1, nu zeggen. Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet. Doe alsof je doof bent. Doe zoiets. Moet je niet lachen. Mogen doof eigenlijk wel auto rijden? Goeie vraag, maar ik denk het wel. Hé, hey, duurt lang. Maar dan hoor je toch nooit de ambulance aankomen? Nee, maar dat zie je toch, dan hoor je zwaailicht. Nou sorry hoor, maar als ik op de scooter... Dan ben je al te laat. En dan gaan we daarna met z'n allen uit in stem. Jamie zit even haar eigen vlog te bekijken. Ja, ik moet toch weten of het goede material is, vriend. Goede material? Ja. Joejoe. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. Of nou ja, zaterdagmiddag al. En ik ben wakker. Ik ga vandaag eigenlijk niks doen. Althans, ik moet wel een beetje leren. En mijn haar ziet er echt niet uit. Ik heb ermee geslapen. Gewoon zo. Los. Maar ik wil zo meteen weer even... kokosolie in mijn haar doen. Want het voelt een beetje droog aan. Maar oké. Dus dat wilde ik eigenlijk doen. En ik wilde eigenlijk in deze weekvlog een soort van roomtour doen. Omdat ik heel mijn kamer dus had opgeruimd. Maar de weekvlog heb ik net een beetje geëdit. En hij is op 20 minuten. En dan moet vandaag en morgen er nog bij.
Dus ik dacht, dan wordt hij misschien iets te lang. Dus ik denk dat ik dat in de volgende week vlog ga doen. Dus dat zullen jullie volgende week kunnen zien. Oké, maar ik ga nu eens even dat masker in mijn haar doen. En ik zal wel even laten zien welke kokosolie ik gebruik. Want hij is best chill. Maar wat ik dus altijd doe is, ik haal hier een paar schepjes uit. Dan doe ik het gewoon in een bakje. Dat laat ik even smelten in de oven. En dan doe ik dat in mijn haar. En dat laat ik dan een paar, meestal een paar uur. Maar ik denk vandaag niet heel lang intrekken. Maar dat is echt super chill. Want je haar wordt er echt lekker zacht van. We hebben trouwens gisteren bij Douglas hebben we deze mini mascara van Benefit gekregen. Want er was zo'n vrouw van Benefit, zeg maar. En die ging een quiz doen met ons. En als we dan 3 vragen goed hadden, dan kregen we deze. En dit is de nieuwste, de Volume Bad Girl Bang mascara. En hij komt uit de ruimte of zo, zei ze. Ze zei van ja, Benefit is de beste mascara ter wereld. Maar we winnen ook beste mascara in de ruimte. Dus nou, ik zal wel, maar ik ga hem even openmaken. Even kijken. Zo ziet het eruit. Dit is dus echt die mini. Deze is namelijk 3 gram. En de echte kost volgens mij, als ik het goed heb, 28 euro. Oh, kan dit niet. Oh. En dat borsteltje ziet er dus zo uit. En ze zei dus dat dat borsteltje 300 van die siliconen tegeltjes heeft. Dus, Ik weet het niet. Ik ga hem deze dag gewoon even uittesten. Oh, sorry. Mijn nagels zien er echt zo lelijk uit. Het kan echt niet. Helemaal vies ook. Maar gisteren bij Douglas moest ik alles schoonmaken en zo. Dus vandaar dat mijn nagels er niet zo uitzien. Dus. Maar deze wilde ik dus even laten zien. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik zit er precies hetzelfde bij als gisterochtend. Dit weekend heb ik lekker helemaal niks gedaan. Eigenlijk alleen maar lekker een beetje in bed gelegen. Een beetje geleerd en zo. Want ik was echt moe. Dus nu heb ik wel lekker dit hele weekend kunnen uitrusten. Dus dat was heel erg chill. Straks ga ik misschien even sporten met Char. Maar dat weet ik nog niet zeker. Even kijken of dat doorgaat. En voor de rest ga ik vandaag eigenlijk niks doen. Dus ik zit eraan te denken om een weekvlog alvast af te sluiten. Omdat hij is toch al best wel lang. En ik ga verder eens niks meer doen. Ja, misschien sporten. Maar dat weet ik dus nog niet zeker. Dus bij deze wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En trouwens, ik zit er aan te denken om misschien mijn weekvlogs op maandagochtend te gaan uploaden. Want nu stop ik eigenlijk altijd op zondagmiddag. Zodat ik ze daarna kan editen en dan online kan zetten. Maar mijn zondag hoort natuurlijk ook nog bij de week. Dus ik zat te denken, misschien is het leuker om dan gewoon van maandag tot zondag helemaal te filmen. En dan op maandagochtend de weekvlog online te zetten. Maar dat weet ik dus nog niet zeker of ik dat ga doen. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En tot de volgende weekvlog. Eep en ik zijn aan het oppassen. Of nou, ik hou Eep gezelschap met het oppassen. En we zijn even aan het flieken. En ik heb net een nieuwe lipstick gekocht.